We staan op het project Ruimte voor de rivier IJssel Delta. Dit project is in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Overijssel uitgevoerd. De aannemerscombinatie die hier verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het project is Van Hattem en Blankenvoort en Boscalis, genaamd IJssala Delta. Ik ben Peter Boldewijn, veiligheidskundige op dit project namens de aannemerscombinatie en verantwoordelijk voor het uitdragen van het veiligheidsbeleid NINA. NINA staat voor No Injuries, No Accidents, wat inhoudt geen ongevallen en incidenten op onze bouwplaats. We geven daar uitvoering aan door middel van instructies, veiligheidsfilms en dagelijks op de bouwplaats aanwezig zijn door toezicht. Mensen aanspreken, mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen werk en aan bewustwording dat zij veilig kunnen werken. Ik ben Melvin de Mello, veiligheidskundige voor de opdrachtgever Rijkswaterstaat en provincie Overijssel op project IJssel Delta. We hebben te maken met een zeer groot projectgebied. Veel verschillende soorten werkzaamheden. Denk aan groot grondverzet. Denk aan ijswerkzaamheden. Werken bij water. Werken op hoogte. Veel verschillende soorten risico's. Waar buiten goede maatregelen voor genomen moeten worden. Eén is introductie. Zelf hebben ze op dit project een veiligheidsintroductie moeten ondergaan. Als ze nieuw op dit werk komen. Daarnaast zijn er voor dit type werk veiligheidsregels, waaronder het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van het stuk werk kunnen er nog extra maatregelen genomen worden. Denk aan als je naast water werkt, aan een reddingsvest, als je op hoogte werkt, aan een veiligheidsharnas. Afhankelijk van het type werk moeten verschillende soorten maatregelen genomen worden. Dat doen wij door veiligheidsrondes samen te doen met de opdrachtnemer, met IJssala Delta in dit geval. We spreken met de uitvoerder. We gaan gewoon in gesprek. Die weten het beste wat er speelt op een bouw. En de medewerkers zelf ook. Die hebben vaak goede ideeën. En die weten ook vaak waar de risico's liggen. En door met elkaar in gesprek te gaan, kom je weer een stap verder. Voor het betreden van de bouwplaats hebben we voor de bezoekers veiligheidsmaatregelen samengesteld. De maatregelen zijn als volgt. Gaat u de bouwplaats betreden, dan heeft u altijd een begeleider nodig. Gaat u de bouwplaats betreden en blijft u in de bus, dan zijn er geen aanvullende PBM's benodigd. Stapt u wel uit de bus, dan zijn de volgende PBM's verplicht. 1. Het dragen van een veiligheidshelm. 2. Het dragen van veiligheidsschoenen of laarzen. 3. Het dragen van een reflecterende vest of jas. Gaat u als bezoeker onder begeleiding de uitkijkpunten betreden, dan zijn er geen PBM's benodigd. De enige veiligheidsregels die wij hiervoor hebben gesteld is dat er maximaal 15 personen het plateau mogen betreden. Komt u bij een uitkijkpunt met uw begeleider, volgt u alsjeblieft de instructies op die u heeft gekregen. Ziet u dingen of heeft u vragen, meld dat ook bij de begeleider. Hij is er voor u. Met elkaar wensen wij als opdrachtgever en opdrachtnemer een goed en veilig projectbezoek doen.